Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is zover, ik zit in mijn vijfde week. En dat betekent een nieuwe vlog. Vandaag ga ik jullie meenemen. Of ik iets ga filmen, dat is de vraag. Maar ik ga met mijn ouders, volgens mij komt mijn broer en zijn vrouw ook, en Flynn en Pelle, gaan we naar de dierentuin. Naar Oude Hand in Rhenen. En Nikki en ik willen graag tegen mijn ouders, nou ja, vooral ik hoor, willen graag tegen mijn ouders zeggen dat ik zwanger ben. Al voor de echo, ik heb er even lang over nagedacht, maar ik dacht, ik wil dat helemaal niet tot de echo wachten. Hè? Mocht het fout gaan, wil ik dat ook met mijn ouders kunnen bespreken. En anders zijn ze gewoon even part of de complot nu nog. En dat vind ik wel leuk. Dus misschien dat ik het vandaag ga vertellen tegen mijn ouders. Dat ga ik sowieso filmen. En dat doe ik ook alleen als Nikki erbij is. En Nikki moet eerst nog werken. Die gaat niet mee naar de dierentuin. Maar misschien wel daarna mee uit eten. Dus nou ja, ik neem jullie gewoon mee. En dan heb ik in ieder geval geïntroduceerd waar we zijn en wat we gaan doen. En misschien vertel ik het niet. Maar dan weten hun het pas na hun vakantie, want ze gaan morgen op vakantie. We gaan het zien. Ook in een zakje van papa. Nee? Nee, alleen die zit snoepen. Ja, de hele dag heeft hij al van alles op. En hij was moe. Ja, hij was ook een beetje ziek, toch? Zei ja. Mooi stroop, hè? Ja, dat gebeurt ook van ons. Misschien dwars het van de schijf. Ja, graag gedaan. Wij wilden eigenlijk nog iets vertellen voordat jullie op vakantie gaan. Dat is gebeurd? Ja, toch? Dat weet ik niet. Niet? Dat doe je gewoon perfect. Zo belangrijk. Ben je zwanger? Ja. Wist hij dat? Had je dat? Jan, had je mond of mij gepraat? Nee. Is het hè? Is het zo? Ja, ik weet het. Maar nog heel kort hoor. Oh, wel leuk. Ik ga niet wachten tot de echo. Hoezo, hoe kort dan? 5 weken. Oh, nou. Gefeliciteerd. Ja. Oh, dat is leuk. Oh, dat is wel lang volgehouden. Ja. 5 weken. Ja. Nou, we hopen dat het goed blijft, maar dan, hè? Tuurlijk. Ik wil maar zien vandaag. Ze kon het niet geheim houden. Ze had het veel te moeilijk geweest. Ja. Nou, jij ook nog weer niet. Ja, dan ben je blij mee. Doe een kussen of ja. Toch gelukt. Is gewoon iets bijzonders. Ik ben gefeliciteerd, joh. Dank je wel, Tini. Nou, mooi hoor. En die zou je eerst voor. Leuk. En dan zijn wij de enige die niet weten? Ja. Oh. Mag ik nog niet vertellen? Nee. Nou, leuk. Dat is leuk. Sorry. Ik wil het goed volhouden. Hoe is dat? 5 weken. Nou, nee, ik bedoel huilen. Zeker al 10 seconden, 15 seconden. Gewoon niet meteen. Maar we moeten erbij hoor. Ja. Tuurlijk. Nou, leuk. Nou, leuk. Dat is leuk nieuws. Ah, je vader was wel vermoeden. Die zei het meteen. Als hij nieuws hoort, dan denk ik gelijk. Als hij nieuws hoort, dan zegt hij gelijk, ben je zwanger. Oh, zegt van altijd. Ja, nou ja, waar moet het anders voor nieuws zijn? Nou, hoe weet je dat dan in de test? Ja, dat kan heel fout gaan natuurlijk. Maar ik dacht. Ik vind het ook zo stom pas om 8 weken dan te hebben. Nou, als jullie toch kinderen willen, dan is nou het juiste moment, want je werkt lekker thuis, je kan het lekker zo aan. Oh, dan mogen wij ook in de klas, hè? Als je dat wilt, tenminste. Heerlijk. Als je niet op de een wel, de ander niet. Nee, dat moet gewoon. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet, dus... Ja, met die jij ook niet. Hé, hey, maar jullie willen het ook graag al. Jij ook, Nikki. Ja, ja. Ja. Dat is mijn ja. Ze hebben erin geluisterd. Echt geen geluid? Ja. Oh, dat is erg. Oh, je zei dat testen? Nee. Nou, eigenlijk hadden we toen we in Rotterdam een weekendje weg waren,
Weet je, toen ze sneeuwde, ik weet niet of jullie dat weten, toen hadden wij bedacht, oké. Maar Nicky wilde niet weten wanneer ik stopte met de pil. Dus niet dat ze zei eigenlijk tegen mij, als ik stop met de pil, duurt het 6 maanden. Nou, daar kan ik dan wel rekening mee houden. Maar ja, 1,5 maand verder of zo. Ja. Eigenlijk de eerste. Ja, maar als je, ja. Maar de... En weet je waarom niet? Nee, ik niet. Maar die mogen toch wel. Ja, want die, komt gewoon niet langer... Maar wou ik misschien liever... Ja, wij zeggen niks. Dan kunnen wij best goed niks zeggen. Ik zeg ook niet dat ik een schitter kan, hè? Nee. Nee, we hebben 29 juli echo. Oh, nou, dus dan dat dan ik dan daarna toch doen. Want daarna moet ik ook oppassen. Die deur is waarschijnlijk. Kinderkamertje maken. In de logeerkamer. Ja, waarschijnlijk een kleine kamertje doen. Is dat de koelste kamer? Werkt ook wel, ja. Is dat eigenlijk nooit zonnig? Ik heb jullie wel gefilmd. Wieso? Ja. Nou! Dat is helemaal... Oh, dat is uit de schaar gedrag. Stiekem gefilmd. Ik kan gewoon bij je, dat mag ze niet. Goedemorgen. Ik was eventjes niet aan het vloggen. En dat komt... Het laatste shot wat jullie hebben gezien is dat ik mijn ouders vertel... dat we zwanger waren. En... ik was echt een beetje zenuwachtig om dat te vertellen. En daardoor had ik helemaal niks leuks bedacht. Terwijl ik wel het op een leuke manier wil vertellen, maar ik kon het niet meer houden. Dus ja, ik vond het super leuk dat ik mijn ouders vertelde. En hun reactie was ook echt heel leuk. Echt, ja, allerleukst. Leuker had ik het niet kunnen verwachten of kunnen voorspellen of zo. Maar het was, ja, het was echt leuk. Maar achteraf dacht ik, oh, ik had het echt... Als het dan uit is, dan is de ontlading er. En dan denk ik, oh, ik had het op een leukere manier moeten zeggen eigenlijk. Maar ja, achteraf kijk je een koe in de kont. Maar in ieder geval, daar was ik dus wel eigenlijk een beetje... Ja, ik was er eigenlijk een beetje... van mijn padje af daardoor. Dat ik dacht, ah, had ik nou maar iets langer gewacht... Had ik nou maar iets leuks bedacht om het op een leuke manier te zeggen. Nu had ik gewoon gezegd, ik wil jullie nog wat vertellen, ik ben zwanger, weet je wel. Nou ja, je hebt het gezien. Dus, nou, dat vond ik wel heel leuk. Maar ik heb wel bedacht, bij iedereen anders ga ik het op een leuke manier vertellen. Gaan we iets maken of kopen, iets geven, een foto of geen idee. Maar, daarvoor pakte ik jullie niet erbij. Zojuist is Moeders voor Moeders langs geweest. Want daar ga ik mee beginnen. En dan ga ik jullie zo vertellen wat het is. Ik ga even een kopje thee pakken. Ik heb een ontbijtje gepakt. Ik ontbijt een klein beetje anders dan voorheen. Gewoon wat eiwitten met kipfilet. Dus ja, boterham met kipfilet voor de eiwitjes. En appelstroop. En dat neem ik voor de ijzer. Dat ik iets meer ijzer binnenkrijg op een dag. Altijd eventjes een tabletje foliumzuur met wat vitamine D en een kopje thee. Ik drink 2 kopjes thee op een dag. Eerst dronk ik veel meer thee. Maar de rest van de dag drink ik nu voortaan gewoon warm water. Maar goed, wat ik jullie wilde vertellen is dat ik me aangemeld had voor Moeders voor Moeders. Dat is, als je zwanger bent, produceer je het hormoon HCG. Dat is ook het hormoon... dat een positieve test aanduidt als je een testje doet. En Moeders voor Moeders is een organisatie die bij zwangere vrouwen plas afneemt. Dat ga ik dus doen. In dit kannetje ga ik plassen. Dat doe ik dan in een fles. De flessen moeten nog komen. En uit dat plas wordt dan het hormoon HCG gehaald voor vrouwen... Als ik het goed heb, gaat het over het hormoon HCG trouwens, dacht ik. Misschien zeg ik nu iets fout. Maar dit kan je dan... Dat hormoon wordt dan aan vrouwen gegeven die moeilijk zwanger kunnen worden. En het is heel belangrijk dat zwangere vrouwen dit doen. Want dat hormoon kan dus niet gemaakt worden in het lab of zo. Dat moet echt plas van zwangere moeders gehaald worden. Dat is de enige mogelijkheid om dat te krijgen. Dus vandaar dat ik me hiervoor aan had gemeld. Ik had zelf natuurlijk niet zoveel problemen met zwanger raken. Maar ik,
ik kan me heel goed voorstellen hoe dat moet zijn als je wel last hebt daarvan. Dus ja, ik had dit al maanden geleden een keer zien liggen bij de huisarts. Een foldertje ervan. En toen dacht ik, hier ga ik me voor aanmelden. Oh, mijn batterij is leeg. Dus ik ga jullie straks laten zien wat er allemaal in het pakketje zat. Het is inmiddels de volgende dag, dinsdag. Dat Moeders voor Moeders, dat laat ik jullie zo eventjes zien. Daar ben ik inmiddels al druk mee bezig. En ja, dat gaat eigenlijk heel erg gemakkelijk. Dus dat wou ik ook eventjes vastleggen in de vlog. Maar in de tussentijd heb ik een paar dingetjes aangeschaft. En dat wil ik even aan jullie laten zien. Ik ga het eventjes laten zien. Oké, ik heb dit boek. Ik heb de vorige keer dat andere boek laten zien. 9 maanden boek of zo. Dat gaat over de zwangerschap. En ik ben zo tevreden over dat boek, terwijl ik het nog maar een paar pagina's gebruik. Maar ik vind het zo leuk om daar een beetje in vast te leggen over mijn zwangerschap. Dat ik dacht, in dezelfde categorie heb ik ook mijn eerste jaar. Dit is dus echt veel te vroeg al om te kopen. Er kan nog heel veel misgaan. Maar goed, het eerste jaar van ons babytje heb ik dus een boek gekocht. Hier kun je inschrijven. Ja, noem maar op. Wie is de vader? Heel belangrijk. Zo werd de baby geboren. 1 dag oud, 3 weken oud, weet je wel. En wat ze dan allemaal doen in die weken. En hoe het groeit en zo. Vind ik super leuk om bij te houden. En dit is dus tot het eerste jaar. Dus ja, dat, ik zou dit ook echt super leuk gevonden hebben als mijn moeder dit had bijgehouden. Heeft ze ook hoor. Toen waren er alleen nog niet van die fancy boekjes. Maar die heb ik dus bij dezelfde winkel gekocht als het andere boekje in mijn vorige vlog van de 9 maanden. En dit is dus maar 5 euro bij de Vibra. En dat kan ik echt iedereen aanraden. Ik heb die 9 maanden boek ook aan een vriendin van me gegeven. Die ook zwanger is. Maar deze hebben ze dus ook. Dus die heb ik gekocht. Dan heb ik dit gekocht. Dan denk je echt, waarom in hemelsnaam? Nicky had bedacht om een manier om het tegen zijn ouders te vertellen dat we een baby krijgen. Door nu iedere keer als we erheen gaan, dit soort dingen te verstoppelen in hun huis. Dus we hebben dit. Een rompertje ga ik zelf maken, want die heb ik in mijn Etsy shop natuurlijk staan. Ik heb deze gekocht, van die tutten. Hoe heet ze? Fopspeen. Ik vind het tutten. Maar in ieder geval, die gaan we dan ook ergens neerleggen in het huis. En dan kijken we, wachten we af tot ze zelf iets erover gaan zeggen. En dan gaan we dat vertellen. Maar ja, dat is allemaal in het voren. Misschien duurt het nog wel heel lang voordat ze er iets over zeggen. Ik ben wel heel benieuwd of ze er iets over gaan zeggen. Maar dat vond Nicky leuk om het zo tegen zijn ouders te zeggen. Dus dat doen we zo. Het is sowieso leuker dan hoe we het tegen mijn ouders hebben verteld. Want dat was, zoals ik al zei, niet heel erg lang over nagedacht. Oké, ik ben weer naar dit vertrouwde plekje in bed, naast het bed verplaatst. Hier zit de vensterbank gewoon op een goede hoogte, dat ik jullie aan kan kijken. Even mijn haren los, ik heb net getraind. Oh ja, dat is misschien wel leuk om te vermelden in de vlog. Ik train op dit moment gewoon nog even hard als anders. Ik heb wel aangegeven bij mijn personal trainer, Luno, dat ik iets minder cardio wil, iets meer kracht. Omdat ik al tennis in de avond en anders vind ik het gewoon een beetje te veel cardio en te veel verbranding. Hoewel ik zit met krachttraining ook in vetverbranding, omdat ik steeds supersets doe. Voor de mensen die er een beetje verstand van hebben, dan weten jullie een beetje wat ik doe. Ik merk wel dat ik heel graag tegen Luno wil zeggen dat ik zwanger ben. Zodat hij er gewoon rekening mee kan houden. Ik weet niet of alle oefeningen oké zijn. We doen nu steeds geen core of minimaal. Dat vind ik fijn. Maar ja, als hij nou gaat zeggen van ja, we gaan vandaag buikspieren trainen. Dan heb ik wel een probleempje. Maar we gaan het wel zien. Waarom ik jullie er even bij pakte is voor die Moeders voor Moeders. Ik kreeg dit pakketje. Dat is een tasje. Daar zit allemaal leuks in. En dat ga ik jullie laten zien. Nou, wat het bovenuit steekt is dit magazine. Dat heet Zwanger. Speciale uitgave van Wij. Wij is volgens mij een soort platform voor zwangere vrouwen. Maar ook voor hun partners. Opa's en oma's kunnen er vast ook dingen op vinden. Nou ja, dit boekje ga ik gewoon even lekker lezen. Het is eigenlijk het eerste
boekje wat ik heb ontvangen. Dus ook, ik heb nog helemaal niks gelezen op papier over zwanger zijn. Behalve het boek Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt. Dat was echt een super grappig boek. Ik vond het heel leuk om te lezen. Ik ben niet een super groot fan van Kluun. Hij is een beetje cynisch, vind ik hem af en toe. Maar dat boek is wel grappig. En ik zei ook tegen Nicky, lees jij het maar. Volgens mij is het... ja, ik dacht, ik wil het even lezen. Dat er niet allemaal gekke dingen in staan. Of zo. Maar dat was dus niet zo. Dus deze zat erin. Die leg ik bij mijn nachtkastje. Kan ik lekker 's avonds lezen. En dit is dan het echte cadeau wat ze geven. En dat is echt heel leuk. En dat is een soort... Ja, dit stofje is echt zo zacht. En er zit een labeltje aan van Moeders voor Moeders. En dit is zo'n badkeepje voor een baby. Of een douchekeepje. Dat als je uit bad komt, dat je zo het kopje hierin kan doen. En dan zo om kan wikkelen. Echt super lekker. Ja, dit is zo zacht. ik heb nu al zin om zelf voor mezelf dit soort dingen te kopen. Waarom is dit alleen voor baby's? I mean, ik wil ook wel zo'n zacht ding hebben. Ik zie dit nooit in de winkel. We hebben het alleen maar badstof. Dan, het volgende. Oh ja, dat was van Divitamon. Een soort proefpakketje. Met zitten tabletjes in. Ik kan wel even openmaken. Er zitten dus wat tabletjes in. En dit zijn de zwanger compleet tabletjes. Op het moment slik ik de foliumzuur met vitamine D tabletten. Die moet ik nog tot week 10 ongeveer slikken. Daar ben ik trouwens mee begonnen zodra ik gestopt ben met de pil. Dus al best een tijdje. En dan ga ik daarna over op deze. En waar, ja... Hier zitten ook allemaal kortingscodes, bonnen in die je kan inwisselen bij de Ethos. Dus dat is ook wel super fijn, want ik wilde dit sowieso al halen. En nu met korting dus. Dus dat is ook heel fijn. Nou ja, er zit nog een formuliertje in over je veiligheid, hè, van de flessen en zo. En urine opvangen, flessen ophalen, do's en don'ts. Nou ja. En dit is een lijstje met zomerstop die ze nu hebben. Dus ik doe nu een weekje voor dat, ja, deze week nog. Dus tot en met vrijdag. Het is nu dinsdag. En dan 23 augustus begin ik weer. Dus dan zit echt een hele maand dat ik niet hoef te plassen in kannen. Maar goed, daarover later meer. En dan als laatste zit er nog een zwangerschapstestje in. Die heb ik nog niet gedaan. Dat hoeft er nu niet in verband met corona. Normaal doen ze dus een zwangerschapstest om te kijken of je inderdaad... genoeg hormoon al aanmaak. En hier zit dus waar je dat zwangerschapstestje in kan bewaren. En dan staat er deze test is uitgevoerd op. Daar kun je dan nog invullen. Dat vind ik wel leuk. Want die andere zwangerschapstesten. Ja, ik vind het toch een beetje vies met die testen. En sowieso die van Coolblue. Die, dat schermpje is na een dag. Daar staat niks meer op. En dit is dan de test. Maar ja, die heb ik dus nog niet opgemaakt. Dus dat zat allemaal in dat tasje. Nou, dan kwam de mevrouw van Moeders voor Moeders, mijn contactpersoon, die kwam dit kannetje brengen. Je kunt namelijk niet rechtstreeks in de kan, in de fles plassen. Dit zijn de flessen. Dus je plast in de fles en dan giet je het over. Of je plast in de kan en je giet het over in de fles. En zo ziet dat er dus uit. Deze kannen krijg je dus in een kratje van 4, zo naast elkaar. Zo'n smal kratje. En ik kreeg dus 2 kratjes. En ik had gezegd dat ze gewoon naast het huis neer konden zetten. Dus hoef niet aan te bellen of wat dan ook. Dus dat kwam eigenlijk wel goed uit. Daar ben ik mee begonnen. En ik heb al een fles vol in 1 dag. Gewoon een hele fles vol. Dus dat is eigenlijk wel leuk. Nou ja, dat wilde ik jullie eventjes laten weten. Hoe dat Moeders voor Moeders precies werkte. En wat ik allemaal gekregen had van ze. Echt heel lief. Dat had helemaal niet gehoeven als dat er niet bij zat. Had ik het alsnog gedaan. Want je doet het toch voor andere moeders. Maar ja, het is wel super lief dat je een leuk dekentje erbij krijgt. Heel lief. Maar goed, ik ga jullie weer wegdoen. En ik zal jullie later deze week vast nog wel een update geven over hoe ik me voel. Maar op het moment voel ik me goed. Licht moe, maar niet extreem dat ik dingen niet kan doen of zo. Dus weinig klachten eigenlijk. Week 5 zit erop, maar ik wil eventjes laten zien, want dat doe ik iedere week, naar mijn buik. Daar is echt helemaal niks mee, is nog
Zo plat als maar zij kan. Maar ik wil jullie nog eventjes vertellen hoe de baby er nu uitziet. Dit is week 5. 6 mm. 0,2 gram. Heel klein, maar je ziet een hartje kloppen. Even kijken wat ze zeggen. Het kindje heeft nu een hartje met 2 kamers dat er in feite uitziet als een dubbel gevouwen buis. Het hartslag begint rond dag 21 na de bevruchting, dag 35 van de zwangerschap, te kloppen. De navelstreng van je baby begint zich te vormen en je baby krijgt een dun laagje huid om alles te bedekken. Ja, dat is een beetje, ik vind het er een beetje gek uitziet, als een soort kreeftje. En, wacht even. Als we dan eventjes groter gaan. Nou, week 5. Ik weet nog steeds niet, ik heb het nog niet online geplaatst, dus ik laat nu nog gewoon alles zien. In de grootte is het dus 6 mm. Zo groot als een lieve heersbeestje. Of een rijstkorrel. Of een smartie. Gaan we voor snoep, dieren of fruit? Ik vind dieren wel grappig of zo. Verder ben ik redelijk misselijk in de ochtend voordat ik uit bed kom. En ben ik best wel moe. Ja, ik kan echt de hele dag slapen als het moet. En ik word ook echt niet uitgerust wakker. Dat is wel echt rot. Ik merk dat het ook echt mijn humeur bepaalt. En ik ben echt on edge. Echt, niemand hoeft iets tegen me te zeggen. Iemand hoeft maar iets lulligs te zeggen. En ze krijgen echt de wind van voren. En ik weet dat het de hormonen zit. En ik walg echt van mezelf. Dat ik zo on edge ben. Maar ja, dat blijkt toch wel echt die hormonen te zijn. En slaap. Dat je moe bent of zo. Niet echt fan van deze periode. Maar goed, ik ga jullie nu verlaten voor deze vlog. Dit was week 5. Op naar week 6. Dankjewel voor het kijken. Ik vind het nog steeds super leuk om alles vast te leggen. En ik zie jullie dus bij de volgende vlog. Doei doei!